Ja, en van de Engelse muziek gaan we over naar ons eigen Stijn. Hoeveel inwoners gewetje op zijn. En een van de punten hoe we in de toekomst gewetje op kunnen zijn, dat is het winkelcentrum. Goedemorgen, wethouder Danny Hendricks. Goedemorgen. Het winkelcentrum is 2 jaar geleden gaat afgebrand. 3 jaar geleden. Drie jaar geleden al, dus het gaat snel de tijd. En ja, nu zijn de plannen, zijn die gans rond voor het nieuwe centrum? Ja, goed, we zitten nu in de fase tussen voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Dus we weten nu, in principe aan de boetekant weten we eigenlijk bijna precies wie het eruit komt te zien. Dus zover zien we in de plannen. Dus, ja. En nu moet het winkelcentrum moet voor een bepaalde datum moet het gans klaar zien? Moet het winkelcentrum doorstaan? Klopt dat niet? Ja, goed, dat heeft alles te maken met het tijdelijk winkelcentrum. Maar het tijdelijk winkelcentrum, dat is een vergunning voor afgegeven van 5 jaar. En die vergunning die is afgegeven op 15 februari 2010. En dat betekent dat er in 2015, 15 februari, die vergunning volop. Nou, wat zien hoe de afspraken die gemaakt zijn, met name met de omwonenden, is dat na de 15 februari binnen een half jaar het tijdelijk winkelcentrum afgebroken moet zijn. En dat een jaar nadat de nieuwe winkels klaar zijn, dus dat is net weer iets anders, dan moet het Amfaliusplein opnieuw ingericht zijn. Oké. Okay. Ja, dus we hebben met de LU afgesproken rondom dat plein, dat die een mooi park terugkrijgen. En daar hebben we ook al overleg over gevoerd in het vuurstadium, zeg maar. Dus eigenlijk zou ze kunnen zeggen dat begin 2016, zeg maar, alles klaar is en ook het Amfaliusplein opnieuw ingericht is. Dat zijn eigenlijk de afspraken die gemaakt zijn. Als je even kijkt, toen zei ze net 15 februari, dan moet het tijdelijke winkelcentrum weg. Is het niet zo dat dan de winkels al klaar moeten zijn in het nieuwe winkelcentrum? Ja, in principe is het zo dat er dus binnen dat half jaar, hè, dus een half jaar transitie zoals dat heet, hè, vanaf 15 februari is er nog een half jaar en dan moet het tijdelijk winkelcentrum afgebroken zijn. Dus na 15 februari zijn de winkels in het nieuwe centrum zijn klaar en dan zal er een verhuizing gaan plaatsvinden. Dus het zal niet zo zijn dat 15 februari het nieuwe winkelcentrum geopend wordt. Hè. Dat zal niet zo zijn. Maar die transitie gaat dan wel plaatsvinden. En nogmaals, ja, in de afspraken die we met de bewoners rondom het Amfaliusplein gemaakt hebben, daarin is duidelijk dat zeg maar op 15 augustus, hè, om het allemaal heel concreet te noemen, na 15 augustus stijgt er een boeteclausule op het moment dat het dan nog stijgt en dat er nog van alles aan activiteiten is. Dus dan moet het gewoon weg zijn. Dat zijn de afspraken die gemaakt zijn. En hoe stil er gaat je mis of door het einde van een holtje een nieuw winkelcentrum die klaar te hebben, wat gebeurt dan? Ja, nou goed, ja, ik zeg altijd, we kunnen niet in een glazen bol kijken, we kunnen niet in de toekomst kijken. De indruk die ik over de afgelopen week, zeg maar, wie we echt naar boete zijn gegaan met het verhaal van, ja, we gaan ervoor. We zijn ook samen opgetrokken met al onze contractpartijen. Heb ik er een heel goed gevoel in overgehouden. Want het betekent nogal iets, hè, dat gaat 60 miljoen geïnvesteerd worden in het nieuwe centrumplan van Stijn. En in deze tijd van crisis, zeg ik, en als dan, ja, zeg maar, iedereen de nek goed stuk en ook zegt van, we gaan ervoor. Ja, zeg ik van, nou, dan hebben we toch goed voor elkaar. Nou, ik ken niet, als morgen orkaan Sandy komt, om het maar even zo te zeggen, nou, dan zal er, dan ontstaat een nieuwe situatie, zeg maar. Maar iedereen heeft gezag voor gronden voor. Dan gaan we er ook voor, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik weiger om daar negatief vooral over te vertellen. Dus, maar betekent, ja, zeker. Betekent altijd. Dat ook dat alles klaar is, ook wat er om bijkomt, of echt alleen maar het winkelgedeelte? Nou goed, we hebben natuurlijk gekozen wie de brand is geweest. We hadden van tevoren al plannen voor het winkelcentrum, maar we hebben gekozen wie de brand is geweest. We hebben gekozen van, nou, nu ontstaat een unieke situatie, cru dat ook liek, een unieke situatie om een integraal plan te maken. Hè. Eerst wordt het multifunctioneel centrum tegen de oude Chinees aangeplemd, zeg maar even populair zeggen. Mm-hmm. En we kregen nu een kans om dat multifunctioneel centrum op een unieke, mooie plaats neer te gaan leggen. Nog een aantal van die zaken. Dus, nou, dat
Ja, dat heeft dan met een mooi woord een integraal plan te maken. Nou, die unieke kans die hebben we gekozen. En dat is ook de reden waarom er op dat moment dus ja, dan feitelijk een nieuwe situatie ontstaat. Een nieuw bestemmingsplan moest maken, een nieuw stedenbouwkundig plan. Nou, er zijn ook alweer allerlei bezwaren, beroepprocedures mogelijk. Ja, dus ja, zo hebben we het eigenlijk zo hebben we het ingestoken. En dat is ook de reden waarom we ja, daar nu al 3 jaar mee bezig zijn in die voorbereiding. Ja, ja, we gaan inderdaad eigenlijk ook eens kijken van ja, wie komt er nu te zijn? Wat komt er allemaal bij? Hoe komt dat multifunctioneel centrum? Maar voor dat we dat genomen gaan verloesteren naar de muziek, denk onze techneut Kenneth Broens het uitgezocht. Ja, bij ons aan tafel nog altijd wethouder Danny Hendricks. Hij vroeg net over de datum dat alles klaar zou zijn. En daar wou ze nog even toevoegen. Hè? Ja, nou goed. Wat ze vroeg is eigenlijk van, ja, is dan ook alles klaar, zeg maar. Nou, we hebben gekozen voor dat integraal plan. Daar heb ik zojuist iets over gezag. En dat betekent dus ook dat ze moest voorkomen dat ze bijvoorbeeld in 2015 de winkels klaar hebben. En in 2016 het multifunctioneel centrum. Dus we probeerden één bouwstroom van te maken. Dat ze ook één moment hebben dat alles open gaat. Want anders dan, ja, dan kreeg ze dus dat de lui moeten gaan winkelen. En er stonden nog kranen voor te boeien, zeg maar. Dus dat is in feite, daarom hebben we gekozen juist voor dat integrale plan en met ook gezamenlijk te doen. Misschien twee verschillende aannemers komen en zo, dus dat zal wel misschien wat verwarring leiden, maar op zich is het zo dat we proberen om één openingsdatum ook te creëren voor alles. Dus. Ja. En hoe, kennen de lu nog het oude winkelcentrum? Wordt het nu groter, kleiner? Ja, op zich in eerste instantie komt er gewoon een heel nieuw plan. Maar qua winkeloppervlakte blijft met name in de eerste fase. Want we hebben het opgeknipt in een eerste fase en een tweede fase. In de eerste fase is nu de grote groene vlakte zit op dit moment. Dat is de eerste fase. En dan kun je iets aan uitbreiding van vierkante meters. Maar dat is meer om de Jumbo en de Aldi, zeg maar, de ruimte te geven die ze eigenlijk nodig hebben, omdat die in het oude winkelcentrum eigenlijk in een te krappe jasje zaten. Ja, dus dat is in feite wat we in de eerste fase gaan doen. En ja, goed, er komen wat meer woningen bij, er komen verpleeghuiscapaciteit komt erbij en het multifunctioneel centrum natuurlijk. Dat is toch wel wezenlijk anders. Nu ergt er komt heel veel bij, maar is er dan ook nog voldoende parkeergelegenheid over voor de die willen komen winkelen? Ja, onderdeel van de bestemmingsplanprocedure, hoe dat allemaal in vastgelegd is, is een parkeernorm opgesteld. En die parkeernorm, die gaat uit van 700 parkeerplaatsen die er moeten komen. En dat is voldoende ruimte binnen de openbare ruimte om die parkeerplaatsen te creëren. En dat zal ook wel moeten, want ja, nogmaals, als de lui er ook dan niet kwijt waren als ze moeten gaan winkelen of naar het MFC moeten komen, ja, dan komen ze niet, snap ze? Dus ja, dat is toch gewoon een voorwaarde, zeg maar. Ja, het is gewoon heel belangrijk. Ja. Wat jullie nog belangrijk vinden als we parkeren hebben, is dat het op heel veel plaatsen een euro per uur kost of nog meer. Wie zit er in Stijn? Blijft het gratis of kan ze dat niet garanderen? Nee, we hebben altijd gezegd blijft gratis parkeren. Dus en dat is nog helemaal zo. Dus, dat blijft ook zo. Ja. Ja. De winkels in het centrum, zijn dat voornamelijk die wat in het tijdelijk centrum zitten? Komen er nu je bij of hebben ze daar geen idee van? Is dat gaat hoe de gemeente zich niet zo mee bezig geldt? Nou ja, goed, de gemeente ontwikkelt geen winkels. Hè, dus, maar je hebt er wel een beetje een beeld bij. Men is ook nu het eerst aan het proberen om we hebben dinsdag een presentatie gehouden in de commissie van wie het ongeveer kan moeten zijn. Gelijktijdig met die presentatie in de commissie is ook een presentatie voor de winkeliers geweest. En dat zijn dan de winkeliers in het tijdelijk winkelcentrum. Dus die hebben bij Van der Valk op hetzelfde moment hebben die de informatie gekregen. En die kregen natuurlijk ook als eerste voorrang om te zeggen van nou, we gaan ook naar het nieuwe centrum toe. Dus die winkeliers, ja, dat is even de vraag of ze dat willen of dat gewoon. En ja, wat ik... De indruk die ik heb van de meesten is dat ze echt stond te springen om naar het nieuwe winkelcentrum te gaan. Dus die gaan ze als eerste dan benaderen. En ja, als er dan nog plaatsen overblijven. En ze gaan ook nog natuurlijk die mensen die wat niet in het tijdelijk winkelcentrum zitten, maar tijdelijk ergens anders zitten. Er zijn er ook nog een aantal. Die zullen ze ook gewoon benaderen. En dan even is er misschien nog ruimte voor nieuwe winkelformules. Maar als gemeente hebben we er in feite geen bemoeienis met. Ja, oké. En nu zijn ze in het bijk.
Antwerpen zijn ze bezig over uitbreiding en in Geleen-Zittert zijn ze toch bezig om het centrum beter te krijgen. Je zit niet bang dat er te veel concurrentie wordt en dat het winkelcentrum niet gaat lopen? Nou goed, ja, er is zich ook een commissie aan de orde geweest. Het gaat over wat is het unique selling point, om in het groot Engels neer te zetten. Wat is nu uniek aan het winkelcentrum in Steyn, ook het nieuwe winkelcentrum. Maar waarom zou ze juist in Steyn gaan winkelen en niet in Geleen of in Zittert of weet ik wat dan ook. Nou, ik denk dat het onvergelijkbare grootheden zijn. Met name de compactheid, dat wordt ook door de ontwikkelaar onderkend. De compactheid en diversiteit aan winkels, alles onder één dak. Dat het unique selling point is voor het winkelen. Als ik kijk naar mijn eigen gedrag, ben zaterdag naar het tijdelijk winkelcentrum. Dat is ook zo'n formule eigenlijk. Nou, dan loop ze even bij de dierenwinkel binnen, loop ze even bij de drogist binnen, loop ze even naar bij Haan binnen en dan ga je ze ook nog 10 boodschappen doen bij de Jumbo. Snap ze dat soort dat zijn alles onder één dak. De Mercado's op zich. Ja, zou ze dan met kennen vergelijken, is ook overdekt. Maar ik denk dat ze daar echt geest als een zaterdagmiddag of een ganse zaterdag geest winkelen. Zeg maar, het is slecht weer en dan geest een ganse zaterdag winkelen. Dus dat is toch weer iets, is gewoon een andere formule. Ja. Nogmaals, ik heb er geen verstand van. Maar. Dat het verschil dan een beetje zit met ons, lu van de gemeente. Want ik werd de bevuldekker van lu, uit Meersje, die komen in ons oude winkelcentrum in de middag winkelen. Ja. Want voor hun worden dat Jalonuk, dat uniek, dat hij je ziet. Nee, ja. Dus ik denk dat voor ons is van, we halen even voor spullen als waar. En voor Angerlu worden de winkelcentrum ook wel een beetje van Christoal in de middag om. Ja, dus uniek winkelcentrum. Dan komen we gewoon er even goed van zich gaan over en nog even weer gaan over het winkelcentrum. Ja, en we waren al druk bezig over het winkelcentrum van Steyn, want het gaat echt gebeuren. De shop gaat de grond in, Danny, wanneer? Augustus. De bedoeling is net voor de bouwvak of net na de bouwvak daadwerkelijk te beginnen met het boeren. En we zien nog kieken, want er zullen wat voorbereidende werkzaamheden al gedaan moeten worden. Dus we zien kieken om dat ook naar voren te halen, zeg maar. Dus er zal binnenkort misschien wat activiteiten zijn. Zo mooi het bouwrijp maken in officiële termen. Dus, En dus eigenlijk snel dat wordt in fases gedaan. Fase 1 is het groen oppervlak wat nu is. Ja. Hoe lang gaat dat duren? Heb je daar een beetje een planning van? Ja, ze hebben een bouwtijd van 18 maanden, dus ongeveer een jaar. Dus augustus. En dan zijn we rond februari 2015 zijn we dan klaar met de bouwactiviteiten. De tweede fase, misschien nog wel even goed om te zeggen. De tweede fase is een aantal toevoegingen van winkels en woningen. Waarvan hebben we gezegd, de ontwikkelaar ook van zei, van nou we kieken als het groot gaat met het centrum, dan is er misschien wel mogelijkheid tot uitbreiding en dan gaan we dat gedeelte ook boeren. En als er behoefte is aan woningen, gaan we dat dan erbovenop bouwen. En die tweede fase, die hier vindt plaats op het terrein hoe we nu de bibliotheek staat en de oude vleugel van het gemeentehuis. Dat is eigenlijk de tweede fase, dat de luid zich kunnen oriënteren, zeg maar. Je zei dat de bibliotheek had het gevolg dat de bibliotheek op binnen kort termijn weggeeft? We zijn bezig. Er zal heel wat bouwactiviteiten gaan plaatsvinden. Dat betekent ook dat het terrein, het middenterrein, hoe die bouwactiviteiten plaatsvinden, ook moet worden afgesloten voor een belangrijk deel. En dat betekent dat ook een aantal parkeerplaatsen verloren gaan. Nou, om nu te kijken dat we wat extra parkeerruimte bij gaan maken, zijn we gaan kijken om de bibliotheek al wat eerder af te breken en die tijdelijk ergens anders te verplaatsen. Ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar dat is wel, zien we nu gewoon aan het kijken samen in de bibliotheek om te kijken dat we daar een tijdelijke andere oplossing in het centrum van Steyn uiteraard voor kunnen vinden. En dat heeft nog wat tijd nodig, maar ik denk dat we daar binnen nu en een paar weken met naar boete kunnen komen waar dat gaat plaatsvinden en hoe en wat. Het nieuwe winkelcentrum is natuurlijk wel ik ga nu een vervelende vraag stellen, maar als we het winkelcentrum hebben, werkt het te bij de brandveiligheid? Nou goed, ik denk een hele terechte vraag. Moet altijd onderscheid maken tussen een bestaande situatie en een nieuwe situatie. Kijk, in een bestaande situatie kent ze natuurlijk niet verwacht dat de brandveiligheid op een bepaalde manier, bedoel ik, er zijn wel vergunningen voor. Nou, in een nieuwe situatie, als je het nu schijst boeren, dan gelden gewoon de strikte voorwaarden op dit moment. Hè. Dat betekent dus compartimentering, de sprinklerinstallaties, dus echt
ja, goed, daar moet het allemaal aan voldoen. Dus het zijn hele strenge regels. Ja. En dan zijn er nog kleine grondeigenaren. Is dat probleem al opgelost? Of kent je daar niet gaan boeren? Of wie geeft dat? Nou goed, we hebben voor de bouw van het multifunctioneel centrum hebben we een klein stukje grond nodig van de zogenaamde Vereniging van Eigenaren. En de Vereniging van Eigenaren kent ze zien als een soort flatgebouw. Wobi zijn een aantal algemene gangen en de lift schachthubs. En daar hebben ze ook lui die een appartement doorheen gekocht hebben. Nou, we hebben niet zo'n appartement van Emus nodig. Maar we hebben wel een stukje van zo'n algemene ruimte nodig. En dat is geregeld in de Vereniging van Eigenaren. Nou, wat we als gemeente altijd gezag hebben, is dat we dus niet zaken moeten doen met individuele eigenaren. Maar dat we zaken moeten doen met de Vereniging van Eigenaren. Nou, die hebben zelf aangegeven, nou, weer gewoon voor de bouw van het winkelcentrum. Dat betekent dus dat ik altijd gezag heb. Nou, dan gaan we ook dadelijk die grond ruilen voor elkaar. We weten nu welke lijnen er zijn en wie het allemaal in elkaar zit. Hè. We weten precies hoe wat komt, zeg maar. Nou, dan kunnen we ook afspraken gaan maken over de grondruilen, die we altijd van gezag hebben. Ja, die zullen nog plaats moeten vinden. Maar goed, ja, er moet nog openbare ruimte opgeofferd worden voor winkelruimte. En er moet anderzijds moet er winkelruimte opgeofferd worden voor wat eerst bestemd was winkelruimte, opgeofferd worden voor het boeren van het multifunctioneel centrum. Nou, goed, die vinden het altijd niet zo netjes om dat via de media allerlei zaken over te wisselen, maar ik snap dat, hè, want concreet, ja, die vraag wordt mij ook altijd gesteld, als ik door het winkelcentrum loop. Nou goed, we hebben denk ik hele goede afspraken gemaakt en die grondruilen, die zullen er wat mee betreft komen. Ja, simpel. Ja. Nou, dan denk ik dat we wel op de weg te zijn van de plannen van het winkelcentrum. We willen dich voor nu bedanken. Lu die de plannen willen kieken in beeld. Het wordt allemaal voor tv opgenomen en uitgezonden op de lokale omroep. Meer informatie kan zonnigving op de website. Ja, www.gemeentestein.nl. Dan krijg je een doorlink naar www.hartvanstein. Dus hart met een T. www.hartvanstein.nl. En daar staan ook de schetsen zoals die gepresenteerd zijn, staan er ook op. Oké. Nou, veel succes met de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum en bedankt voor de tijd vandaag. Ja, dankjewel.